vond het wel indrukwekkend. Ik vond het mooi dat er zoveel mensen waren. Allemaal in dezelfde sfeer, iedereen was rustig. Dermelen, zijn jullie klaar voor om te worden gepresenteerd aan het publiek? Uit 14 landen, 250 deelnemers. We wensen jullie een mooie dag vandaag. Maak er een mooi feest van. Zorg goed voor jezelf. Zorg goed ook voor elkaar. Ik had het nog nooit gedaan met zo'n lamp. Dus even zoeken in de modder kostte wat meer moeite. Maar zodra het licht werd, ging het weer goed. Ik weet het nog, hier was de laatste stop voor de finish. Het is nu de eerste vandaag. We zijn nog weer aan 22 kilometer. I support my friend Bastian and he runs the 100k. Hallo, this is Bastian. Je loopt midden door de natuur, je hebt heel veel dieren om je heen, dat vind ik ook wel grappig. Paarden en koeien, die zie je de hele tijd staan. Veertig ongeveer nu, inderdaad. En ik begin het wel te voelen, maar ik kan nog wel even door. En mijn moeder die support me van een afstandje, want die heeft pannenkoeken gebakken. Dus die heb ik altijd bij me als fourage, zeg maar. Dat is de vijfde leider ben, hè? Nou, mensen vinden het wel heel erg fijn, hoor. Ik vind het heel fijn dat we warme dranken hebben. Krakworst, soep, bouillon, maar ook even een praatje. Ik hoorde op een gegeven moment dat over 20 kilometer krijgen ze pannenkoeken. En dat helpt. Ik denk over een aantal kilometer dat het ook wel een beetje eenzaam en moeilijk gaat worden. Maar het is gelukkig allemaal super mooi, dus daar haal ik dan wel weer wat nieuwe energie uit. Nee, hij heeft geen idee. We gaan straks ook naar de finish en daar hopen we hem ook in onze armen te sluiten. Hartstikke trots. Die laatste 10 was gewoon echt zwaar.